We zien Truc in Raam Ophoven bij het Old Limburg Shuttersviers. Voor 26 shutterijen verzeten voor de winst van het OLS Den Um. Waaronder twee shutterijen uit Pierlema, schutterij Sint Lambertus uit Heljedorp en Sint Nicolaas uit Meijel. Maar de laatste Sint Nicolaas miste snel, net als een heleboel andere shutterijen. In totaal sneuvelden in de vierde kabelronde 14 shutterijen. Na de vijfde ronde waren er nog 10 over, waaronder shutterij Sint Lambertus. Pierlema zit erbij. Zeker, en ik heb net eens even nagedacht, maar dit is de 8e keer dat ik hier mag staan namens Pierlema. En we hebben nog in 8 jaar tijd staan we continu bij de laatste 10. En we hebben echt ook periodes gehad dat er 3, 4 zelfs bij de laatste 10 gezeten hebben. Of 3, moet ik even denken, dat was 3 jaar geleden. En nu hebben we er weer eentje bij de laatste 10. Dus het wordt traditie en het moet er een keer van komen. Het moet er echt een keer van komen. Het betekent ook wel wat, hè, dat we elk jaar erbij zijn. Ja, zeker. Dat is ook dat we in ieder geval goede schutters hebben. Hè, want dat is natuurlijk van belang. Het is toch een zestal een mooi team wat er moet staan om ervoor te zorgen. Ja, dat er die bulkens wel afgeschoten worden. En het moet er een keer van komen. Maar het is alweer mooi dat we bij de laatste 10 zitten. Maar ik heb toch al mijn schild omgedaan nu. Ja, dit is een schild. Dat heb ik in 2011 mogen ontvangen als beschermvrouwen van de dekenaal Schuttersbond Helden. Namens de 9 schutterijen die hierop staan. En ik denk, nu is het weer een mooi moment om hem om te doen. En wellicht brengt hij geluk. Aan de voorzitter van Sint Lambertus Helden. Wat is het antwoord op de vraag? Wilt gij het OLS winnen en het dan ook organiseren? Ik heb het niet gezien van de laatste jaren. We zien tweede, derde, vijfde, zesde, twee keer zevende. Er is maar één antwoord mogelijk. Ja. Heel goed. Dus dat duurt of eerste of achtste. Als ik snel moet. Of vierde. Nou, dan is nog de vraag aan de burgemeester. Wie kijk je er tegenaan als het OLS naar de gemeente Pierlemaaske? Nou, als ik zie wat die helden vandaag alweer voor elkaar gekregen hebben, dan ben ik er vast van overtuigd dat het gaat echt gebeuren. De 8e keer dat wij samen staan met de schutterijen en Pierlemaas. We zijn samen in vol ornaat. Deze brengt geluk. We nemen hem mee naar huis. Ja, volmondig. Prima. Prachtig zilver met de burgemeester omhangen als beschermvrouwen. Sint Sebastiaan en Zevenum. De secretaris, wat is het antwoord op de vraag? Wilt gij het OLS organiseren als je het gaat winnen? Het zou heel fantastisch zien als wij dat naar Zeerum kosten halen. Dus wat mennen gij? Heel zeker. Wat mennen gij? Ik denk, wat huur ik nou ineens? Ik kom nou bij de wethouder. Kersver zag ik al. Het is tijd nou voor een van de belangrijkste beslissingen die er in zijn ganse wethouderschap ooit kunt nemen. De rest heen hoor, stelt allemaal niks meer voor, jong. Dus de vraag aan de wethouder van Hoors aan de Maas is, als het naar Zevenum gaat, is de gemeente dan ook bereid om er vol voor te gaan? Ja, wij vieren volgend jaar 800 jaar Hoors aan de Maas en we willen heel graag die belangrijke kers in Zevenum op de taart zetten, dus ja.
We gingen op een klein bulkje schieten in de middag. En dan is het een einde caprice. Zien er nog maar twee schutteren hier nu voor. Het is Sint-Sebastianus, uit Zevenum. En het is onachtig schutter uit Sint-Peters en Paulus, uit Zusteren. Zee gewoon dadelijk uitmaken. Wil je nummer meenemen? Kom. Rustig blijven, ja. Het is niet gek te maken. Dit is een spel, hè? Ja. Goed, we zullen het niet te lang maken. Hoor die concentratie bij jij. Oh. En het is fantastisch hier voor mij in de zeer, kinderen. Dank je wel. Of ik nou naar Schravenvoeren moet rijden, of naar Siebengewald, of naar Niel bij Jazemans, de wietste te nemen. Of het is vlak in de buurt, dus u bij de Akkermannen zien, bij mij hem de hok. Mij maakt het allemaal niks uit. Elke schutterie vind ik even mooi. Goed job. Zusteren Luddenburgerstoorn en dus wint Zevenum het OLS 2018 voor het eerst in de geschiedenis. Ja, dat is natuurlijk geweldig voor de vereniging. Kijk, ik heb de buksen van enkele jaren geleden mogen leveren. Heb die van enkele weken geleden nog helemaal nog gecheckt en alles 100% afgesteld. Ja, en dit, gewoon dit resultaat, ja, is gewoon fantastisch. Ja, ik heb echt niet meer gedacht. Niet dat we bang waren om even te scheten, maar je zit er niet mee bezig met winnen. Tenminste, ik niet. Ik ben bezig met goed scheten. En zorgen dat het geweer goed steekt en de jongens motiveren en meisjes. Dat is mijn werk, zeg maar. Maar je hebt wel een fantastisch team, hè? Ja. Een beetje een mix van ongeroep, van qua leeftijd, van jongeren opgebouwd. Je ziet misschien wel een team die niet ieder jaar helft te veranderen, steeds immers aanpassen. Dan kan dat voortreffelijk zien. En ik heb misschien met dit team nog jaren met. We hebben aan dit team hebben al minstens 5 jaar gewerkt. We zitten al 3 jaar in dezelfde samenstelling en het loopt steeds beter. Het loopt steeds beter. Dich is moeten schieten. De vrouwen die het niet moeten schieten, maar die hebben misschien veel mooier gehad als de gek. Ja. Dat weet ik wel zeker. Maar dat is nog altijd geweest. Dus, Ja, dat is, als ze op de tribune zit, dan bibbers het held, hè? Dat weet ik wel zeker, ja. Het gevoel van binnen, straks was het even weg. Is het een beetje terug gekomen? Oh, dat is hartstikke terug. Dat is hartstikke terug. Dat is hartstikke terug. Ja. Helemaal relaxed nou. Kan ik kapot. Ja, geweldig. Het is een droom vanaf dat ik met 11 jaar begon in Bree. Bij Sint-Anna en altijd in een droom geweest. En nu met Zerum. Zo geweldig, zo mooi. Ik bedoel, de kinderen het nog niet bevatten, maar het ging zo, eigenlijk zo makkelijk onder die buk. Zo, of dat het gewoon was. Ja, dus niet te geloven dit. En nou is dit winnen. Ik denk, het zal van al wel indalen, denk ik. Maar is genieten. En met Erik waar ik al van kleins af aan mee scheet, waar we alle schuttersfeesten mee afrenden. Wilde schuttersfeesten. En dan met mijn schutterkameraad dit neerzetten. En het team, zo geweldig. Schitterend. Kijk.
Tom en dan zoek ik straks gisteren onder een boom staan. En ik heb het toch meer dan morgen gezegd. Dat is een van de flatste schutters, hè? Ja, dat is iets wat ik overgooien heb van leren schieten. Als ze hem in de midden hebt, niet twijfelen. Als ze stijt, ik heb wel doen, ik kan kijken, maar dan weet je er alleen maar goed. Als ze hem hebt ze hem aan het schieten. Dat is het. Ja, en dat is mijn stijl. En de team weet dat, die wist dat ook. En dit is mijn stijl. We respecteren elkaar in het schieten. Just een dicht wat langer. Dat weet ik, maar we hebben respect voor elkaar. Dat is gewoon super top. Monique, hij moet beginnen en dan moest ze toch vrij snel onder die bugs. Wat voelt ze dan? Geen andere dingen doen dan zangers. En wat voelt ze dan? Dat is gewoon die ding wat ze altijd moest doen. Ja. Maar het gaat steeds meer, ronde voor ronde. En dan blijven er nog twee over, waar zeven en bijes en zusteren. Wet ze dan en voelt ze dan ook wat meer spanning komen? De eerste ronde, sowieso, dat ze dat te huren kreeg, dan was er bij mij in ieder geval wel wat spanning. Dat appte heel even weg totdat er gemist wordt. Maar toen hoorden we gelukkig niet meer te scheten. Toen. En nou? Het beer wordt aangereikt. En nou, wat voelt ze nou? Is het een beetje weggeappt? Nou, dat beseft even helemaal niks. Wat voelt ze? Weet ik niet. Van alles door elkaar. 9e prijs bij het OLAS 2018. Gefeliciteerd! Onvergetelijk moment. En nog eindig hier, dames en heren van de Ron, dikke merci voor het fantastische show. Geef de mensen een applaus. De winnaars zien Sint-Sebastiaan de Zevenum. Zij staan op het podium. Zevenum, proficiat.